Nederland, een klein land. Slechts 41.543 vierkante kilometer groot. Maar wereldwijd een schoolvoorbeeld voor slimme, duurzame landbouw en een belangrijke voedselbron. Vanuit de lucht lijkt Nederland nog het meest op een gefragmenteerde lappendeken van frisgroene agrarische velden en zorgvuldig gecultiveerde akkerbouwpercelen. Als 's werelds grootste exporteur van verse groenten is Nederland een ervaren grootmacht. De exportwaarde groeide in 2019 opnieuw met 11%. De agrarische expertise van Nederland is hierin een belangrijke sleutel. Wageningen University and Research clustert op wereldniveau wetenschap en onderzoek naar voedsel en naar uien. Getraceerde resistenties in de wilde lookverwanten Allium royalei en Allium fistulosum leveren nieuwe wetenschappelijke inzichten op om het hoofd te bieden tegen ziekte en plagen. Want we kampen met grote uitdagingen. We hebben immers op deze aardbol de komende 50 jaar meer voedsel nodig dan we de afgelopen 8000 jaar hebben kunnen produceren. Corona heeft daarnaast de behoefte aan gezondheidszekerheid aangewakkerd. Zo steeg de binnenlandse huishoudelijke consumptie van Holland Onions ineens met 21%. Om in de vraag naar uien te kunnen blijven voorzien, moet de productiviteit per hectare toenemen, terwijl de milieubelasting afneemt. Dit kan door de ziekteresistentie en weerbaarheid van het uiengewas te vergroten. De opwarming van de aarde leidt tot extreme natte perioden of extreme droogte. Wilde rassen hebben vaak een wat uitgebreider en effectiever wortelstelsel. Onder de grond is er aandacht voor AMF-schimmels. Nutriënten worden veel beter opgenomen dankzij assistentie van het netwerk van schimmeldraden. Er is een hoog niveau van tripresistentie gevonden in de wilde alliumverwanten. Handkruisingen geven ons inzichten in de onderliggende mechanismen van plaagpathogene reacties. Fusarium bolrot is een grote bedreiging. Er is een significant verschil gevonden in resistentie bij de shallot. Hierin worden bijvoorbeeld saponines geproduceerd die een anti-schimmelwerking hebben. Voor de vermindering van MH voor een lange houdbaarheid wordt bewaring met een verlaagde zuurstofconcentratie onderzocht, waardoor de bol in slaap wordt gebracht. Met de uien-DNA-kaart zijn nuttige eigenschappen sneller en gerichter op te sporen. Samen met genetische studies van de wilde varianten zal het de weerbaarheid van het Hollandse uiengewas in bijzonder rap tempo gaan verhogen. En dat is uitermate nuttig om de meest gegeten groenten wereldwijd beschikbaar te houden.